Ik ben Axel terug met het laatste nieuws uit de crypto en de economie. Oftewel jouw dagelijkse blogs update. Te horen en te zien. Tegenwoordig ook op ons Spotify-kanaal. En natuurlijk ook gewoon op het YouTube-kanaal van Blocks. Subscriben, meldingen aanzetten. Dat is het devies. Want op die manier blijf je altijd als eerste op de hoogte. We duiken direct de twitters of de andere X, in. Uh, het gaat om deze tweet van Eric Balkanus, Die namelijk een heel mooie nieuwe prestatie van het IBIT. Oftewel het BlackRock Bitcoin ETF. Uh, daarin communiceert. Wat is daar aan de hand? In deze tweet heeft hij het nog over de 69e dag, maar inmiddels is het de 70e dag op rij dat het BlackRock Spot ETF, het Bitcoin Spot ETF, een instroom ervaart. En daarmee is die ook in de top 10 binnengedrongen van de ETF's met de langste dagelijkse inflow rates ooit. Dus ja, opnieuw weet een crypto, een Bitcoin ETF in het bijzonder, zich dus in een belangrijke top 10 binnen te wurmen. Uh, dit de laatste prestatie wat dat betreft, als we dan ook even gaan kijken naar hoe die inflow van gisteren eruit heeft gezien voor BlackRock, was die niet echt om over naar huis te schrijven. 19,7 miljoen Amerikaanse dollar is op de minimum na, dat was 18,1 miljoen Amerikaanse dollar aan de inflow, de kleinste ooit. Dus ja, dat is niet heel erg bijzonder te noemen. Maar goed, nog steeds 70 dagen op rij spraken van een inflow. En zoals je ziet aan die top 10 is dat niet heel erg vanzelfsprekend. Valt opnieuw op dat Fidelity het met een grotere inflow weet te doen. En dat is op dit moment al drie dagen op rij aan de gang. En weet daarmee dus BlackRock te overtreffen. Maar, en dat is het echte goede nieuws, al die inflow bij elkaar opgeteld. komen uit op een netto in zo'n 62,2 miljoen dollar. En zelfs de outflow bij Grayscale weet dat feestje niet te verpesten. Want ook die is voor de vierde dag op rij zelfs al kleiner dan de dagen daarvoor. Met 35 miljoen in outflow. Ligt daarmee ver onder het gemiddelde van bijna 240 miljoen en in de buurt van de kleinste outflow ooit die we hebben gezien bij BlackRock, of sorry, bij uh, Grayscale van 17,5 miljoen dollar. Dus ja, de ETF-interesse lijkt uit sommige data wat af te nemen, maar als je gaat kijken naar de opbouw daarvan de afgelopen dagen, ja, gaat dat op zich in sommige opzichten wel de goede kant op. Outflows worden minder, de inflows beter verdeeld, en voor een enkeling zoals BlackRock in dit geval. Ook nog eens nieuwe records weggelegd. Fair and Greed Index, nou die beweegt een beetje mee daarmee. We zien namelijk dat we weer uh, ruim 65 hebben aangetikt wat betreft de score daarvan. Dus het optimisme, de greed in de markt blijft weer toenemen uh, vanaf dat lokale dieptepunt dat wij hier hebben gezien. Dat was uh, nog niet zo heel lang geleden, de 18e. Uh, toen we dus even weer in het neutrale gebied terechtkwamen. Nou, inmiddels zijn we langzaam maar zeker weer aan het opklimmen. Nou, misschien zelfs wel weer de extreme greed. Maar uh, dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen op dit moment, die bewegingen die we zien. En als we verder gaan kijken naar uh, belangrijk nieuws vanuit de mining sector, dan komt Bitfinex hiermee. Want zij verwachten namelijk dat de verkoopdruk uh, die zomer is zou kunnen ontstaan bij juist die mining sector zo kort na een halving, mogelijk al geweest is. Want zo zeggen ze, in aanloop naar de meest recente halving. hebben een groot gedeelte van die miningpartijen hun reserves al verkocht. Uh, dat zorgt ervoor dat daar een stukje van de druk wegvalt. Daarnaast spelen ook hierin, volgens uh, Bitfinex, de ITF's opnieuw een rol. die namelijk die hele verkoopdruk wat meer hebben verspreid. En dat zorgde er dus voor dat, zo zeggen zij nu, we op dit moment hebben kunnen voorkomen dat er sprake is van een scherpe koersdaling na de halving. Kort natuurlijk even wat saai geweest. Maar we zien nu toch alweer dat we weer wat stappen hebben weten te zetten met de hele markt, eigenlijk in de hele breedte. En dat die positiviteit weer begint terug te keren. En zeggen zij, dat is zeker op de korte termijn goed nieuws. Want vaak heb je gezien, natuurlijk in het verleden, dat we na de halving in de periode daarna. Wat dalingen, soms zelfs stevige dalingen, zagen voordat we weer die grote groeiperiode, die vaak zo'n anderhalf jaar in beslag neemt, kunnen ingaan. Kan natuurlijk nog steeds gebeuren, want het is nog maar enkele dagen geleden dat die halving zich überhaupt heeft voltrokken. Dus het kan allemaal nog. Maar dit zijn belangrijke signalen die grote aanjagers daarvoor wel een beetje uh, uit het spel lijken te halen. Uh, CryptoQuant die laat verder nog wat data zien die hiermee in verband kan worden gebracht. Namelijk dat we over de maand maart gezien. Zo'n 374 bitcoin per dag naar beurzen verplaatst zien worden. Vanuit miningpartijen dus. Oftewel wat ze eigenlijk dus gaan verkopen. Dat was de maand daarvoor nog ruim 1300 bitcoin per dag. Dus daar is al een hoop verkocht. In aanloop dus nogmaals naar die halving. En daarom zou de scherpe kantje daar nu vanaf moeten zijn. Um, nog steeds over tientallen miljoenen dollars per dag wat dat we dan over hebben. Maar een groot gedeelte is al weg. Of, dan spreken ze ook nog van, ingezet onderpand voor andere zaken om uiteindelijk de hele boel te kunnen bekostigen. Dus dat heeft ook in dat opzicht een plekje gekregen, behalve dus dumpen op de markt. Nou, dan zien we dus dat die ETF's uh, dat verder nog kunnen gaan uitdoven. Ze zeggen wel dat, euh, nou ja, waar we het net over hebben gehad, dat zij ook zien dat het interesse en de positiviteit daaromheen soms wat lijkt af te nemen. Maar de vraag is nog altijd, zo klassificeren zij die in ieder geval, sterk. En dat zorgt er dus voor dat dat daar nog een belangrijke rol in kan spelen. We blijven nog even bij de miners hangen, want daar is iets anders bijzonders gaande. En dat heeft alles te maken met deze stand van zaken die je hier achter me ziet. Namelijk de aandelen van beursgenoteerde marktpartijen. Die weer echt zeer stevig aan het herstellen zijn van die historische daling die we hebben gezien rondom de halving. Toen leek de markt zich even heel erg nerveus te maken. Die dacht echt van ja, hoe gaat dit nu? Ook al hebben we het al drie keer eerder gezien. Kan dit allemaal wel voor die grote partijen? Paniekverkoop, tientallen percentages in een dag zelfs die we aan daling hadden gezien. Nou, dat is nu dus weer terug naar boven toe aan het bewegen. We zien hier de grootste wat dat betreft qua groei dus is Stronghold Digital Mining. Die wist met een hele dikke 35% in het groen echt omhoog te knallen. Is het wel zo dat dit een hele kleine partij is? Een market cap van nog geen 50 miljoen dollar. Dus dat zegt dan misschien in dat opzicht wat uh, minder. Maar je ziet hier ook wel terug dat overige partijen het ook heel erg goed doen. Zoals bijvoorbeeld een Riot Blockchain die ook gewoon met 23,11% weet te stijgen in één dag. En als we bijvoorbeeld even gaan kijken naar de prestaties van Riot Blockchain, dan, dan zie je dat dat er hier al goed uitziet. Maar bijvoorbeeld ook over de afgelopen maand hebben we echt weer die sprong gemaakt naar de niveaus van een maand geleden. En ook op de zes maanden ja, zie je dat we hier echt weer duidelijk uit een dal aan het klimmen zijn. Dat zich hier helemaal rondom die halving dus aan het afspelen was. Zeer goed nieuws, want daaruit zie je dus ook dat, ja, zou je kunnen zeggen, de reguliere investeerders meer op de reguliere aandelenmarkten. Misschien niet zo thuis zijn in de crypto. Nu ook zien van: oké, okay, de paniek was misschien ongegrond. Zien weer kansen om goedkoop terug te kopen natuurlijk ook. En durven dat ook weer aan. Dus daar gaat ook vanuit die reguliere financiële sector toch weer een positief lange termijn signaal vanuit. Uh, Erg leuk dus om te zien dat we weer met dit soort percentages groei te maken hebben op die gewone beurzen. Van de beurzen gaan we even naar Ripple. Want ook daar is belangrijk nieuws naar buiten gekomen. Ze gaan namelijk. Als ik niet akkoord met de boete, de gigantische boete, die de SEC van deze partij heeft geëist. Ze hebben, zoals sommigen zeggen, de tegenaanval geopend. Uh, ze hebben het bezwaar namelijk ingediend op die gigantische boete van 1,95 miljard dollar, bijna 2 miljard, die de SEC dus heeft opgelegd uh, aan Ripple. Nou, hoe zag dat er ook alweer uit? Want zo'n bedrag, ja, daar kom je natuurlijk niet zomaar aan. De SEC die heeft gezegd, we willen 876 miljoen dollar vanwege winst die jullie dus onterecht hebben verkregen met de verkoop van de token. 198 miljoen dollar doen we daar nog even gewoon terloops bij aan rentebedragen. En dan nog eens een boete van 876 miljoen dollar. En daarmee kom je dus op die bijna 2 miljard. Uh, daarbij gaf de SEC ook al direct aan, dit is ook om een... Duidelijk signaal af te geven aan de markt dat dit dus niet de manier is om uh, mee te werken. Nou, Ripple die zegt, uh, valt ook wel wat voor te zeggen als je het mij vraagt, dat dit echt buitenproportioneel is. En daarbij vinden zij en beschuldigen ze de SEC nu dus ook echt van machtsmisbruik bij het opleggen van deze huidige boetebedragen. Nou, Ripple gaat dus echt definitief in bezwaar. Ze lijken zich ook niet heel veel zorgen te maken dat ze uiteindelijk daadwerkelijk dit bedrag moeten gaan betalen. Ze zeggen in ieder geval, we verwachten vanaf de rechter uh, dat we ook in deze fase van het hele proces de boel gewoon eerlijk blijven behandelen. En dat zou betekenen dat we ons geen zorgen over te maken. Dat is een beetje de lezing die je daaruit kunt halen. Nou, vandaag wordt er nog uh, gesproken over dat bezwaar dat is dus ingediend dat het uiteindelijk morgen openbaar zal worden gemaakt. Dus dan weten we echt alles. Maar dit lijkt dus weer een nieuwe wending te worden in die langslepende zaak tussen de toezichthouder SEC en de cryptopartij Ripple. Uh, de SEC is hier ook hier bij het volgende bericht nog volop betrokken, uh, want we hebben een nieuwe cryptozaak waar dat er enkele miljarden worden geëist vanuit diezelfde toezichthouder. En dat moet dan vandaag gaan komen bij niemand minder dan DoQuan en Terraform Labs. Het gaat nog steeds om het uh, ineenstorten van dit crypto project, zo'n vier jaar geleden, dat was in mei 2020. Nou, uh, Vele miljarden dollars, tientallen miljarden dollars die daarmee waren er gemoeid. Dus ook niet gek dat we dan over dit soort orde van grootte praten. Uh, wat de SEC daarvan wil terugzien. Nou, het gaat dus om Dokon dat daar de oprichter van was en andertijds dus uh, Terraform Labs zelf. Nou, er is een jury die heeft beide nu schuldig verklaard. Dat ligt aan de grondslag van deze eis. Nou, als uh, reactie daarop heeft de SEC nu dus de strafeis bekendgemaakt. En in totaal is dit nog een veelvoud van het hele Ripple-verhaal. Ze willen namelijk 5,3 miljard dollar op de bankrekening zien verschijnen. En dat allemaal omdat die partijen zich de schuldig hebben gemaakt aan fraude volgens die jury. Wat nou, willen ze? 4,7 miljard dollar terug hebben vanwege onterecht verkregen winsten dus. is dus een beetje hetzelfde verhaal. Nou, ook daar gaat weer een flink rentebedrag overheen. Uh, en 520 miljoen dollar aan verschillende boetes die daar nog bovenop worden geparkeerd. 420 miljoen dollar aan boetes voor Terraform Labs, uh, vervelend. Maar nog vervelender is misschien wel de 100 miljoen dollar die ze dus eisen van Doquan zelf als persoon. Ja, dat zijn stevige bedragen uh, die ook liever niet van bijvoorbeeld het uh, CIB op je deur wat ziet. Nou, SEC uh, is hiermee flink aan het afwijken van de bedragen die eerder zijn besproken in deze zaken. Of kan beter zeggen, de voorstellen die de betrokkenen zelf hadden gedaan. Terraform Labs hadden namelijk over zo'n 3,5 miljoen. Dat moet toch wel genoeg zijn. Uh, Dookwon dacht met 8 ton uh, wel weer uh, van de hele boel af te kunnen zijn. Dat nou, is niet het geval. En behalve dat wilde SEC het ook nog een stukje moeilijker maken voor Dookwon persoonlijk. Om dit geld terug te gaan verdienen. Want hij zou zich dus ook niet meer als bestuurder of directeur. Uh, mogen bemoeien of mogen inzetten voor enig bedrijf dat zich bezighoudt met het uitgeven van effecten. Dus dat is ook nog een vervelende consequentie daarvan. Dit speelt zich af in de VS, misschien vanzelfsprekend, maar daar was Dokon zelf niet bij. Want die zit nog steeds vast in Montenegro, waar hij weer is opgepakt voor uh, proberen te reizen. In ieder geval met valse documentatie. Dus dat speelt op dit moment ook nog. En vanuit daar wordt dus de vraag: gaat de beste man überhaupt uitgeleverd worden? En is het dan aan de VS vanwege deze zaak? Of bijvoorbeeld uh, naar Zuid-Korea, waar ook nog gewoon stevige rechtszaak tegen hem loopt. Nou, dat is allemaal wat minder goed nieuws. Waar het op zich wel een stuk positiever uitziet, is op de koersen. Koersen op tradingview.com. Want zoals je op deze dagkendel ziet, is de huidige dollarwaarde van Bitcoin, op in ieder geval Bitstamp, weer een kleine plus begonnen. 0,1% tot nu toe. Dus echt overtuigend, definitief is het misschien nog niet. Maar we weten dus in de loop van de dag wel weer terug te klimmen van dit lagere niveau waar we hebben gehandeld naar 65,8, hoogte 67,2. We zitten nu op zo'n 668, dus mooi aan de bovenkant van het bereik nog. Helemaal formatie lijkt zich hier te gaan vormen uh, of dat nou helemaal gaat slagen of niet. We lijken in ieder geval de opwaartse trend nog steeds te pakken te hebben die hier vanaf 17 en 18 april al gaat. Dus of eigenlijk vanaf de 17e toen zo'n diep terugzakte, zie je een hele mooie opwaartse lijn. Kleine uitschieter die we hier de 19e hebben gezien. Dat was een uh, zacht gezegd bewegelijk dagje. Maar de gehele tendens, de lijn die je onderdoor kan trekken, die is nog steeds intact. En dat betekent een opwaartse beweging. En ook gisteren was die goed zichtbaar. Uiteindelijk uh, hebben we de dag afgesloten met een mooie plus van 2,93 procent. Klooster op 66,855. Wat we nu dus ook weer rondom aan het handelen zijn. Misschien niet heel gek, want rondom die 67.000 ligt een zeer belangrijk koersniveau volgens verschillende analisten. Sommigen spreken nog van de CME-gap dat hier ligt. En dat dit als het ware de volgende grote support is op weg weer naar die 69K, en uiteindelijk zelfs daarvoorbij. De grote voorwaarde op dit moment is het overwinnen: het terugwinnen van die 67K. Ja, Dat hebben we gisteren geprobeerd, niet gelukt. zijn we vandaag aan het proberen, nog niet gelukt. Maar dat hebben we ook bijvoorbeeld 15 april nog geprobeerd in deze candle die we uiteindelijk flink lager met een min van 3,51% hebben moeten afsluiten op zo'n 63,4%. Maar daar hebben we wel ook een poging gedaan om terug te komen in dat gebied. En het zou dus kunnen dat vandaag de dag gaat worden, in het beste geval, dat dat opnieuw gaat lukken. Uh, nou ja, als dat niet gaat lukken, worden we hier opnieuw afgewezen. Dan moeten we weer wat verder naar beneden toe terug gaan kijken. Tot zover de laatste stand van zaken uit de crypto en de economie. Morgen ben ik er gewoon weer voor je op de kanalen, de welbekende kanalen. Het YouTube kanaal en het Spotify kanaal van Bloks. En vanaf nu dus ook zichtbaar op het Spotify kanaal van Bloks. Dus dat is helemaal mooi. Dat wil zeggen, met video, dus kun je gewoon meegenieten van de grafieken en noem het er allemaal maar op. Subscribe jezelf ook op die kanalen om jezelf ervan te verzekeren dat je altijd volledig op de hoogte bent. En als je dan ook direct even de meldingen aanvinkt. En er echt altijd als een weer gaat bij. Voor nu, prachtige avond gewenst. Goed dat je er weer bij was. Tot morgen weer. Doeg!